Ook dit jaar kwam Sinterklaas samen met zijn pieten weer naar Nederland. Zoals gebruikelijk komt hij de dag daarna direct naar Mil. Zo ook deze keer. En wel op zondag 19 november. Heel wat kinderen, ouders, maar ook burgemeester Marieke Moorman van de gemeente Land van Kuik stonden op hem te wachten. Dit keer kwam Sinterklaas wel in een heel bijzonder voertuig naar Mil. Meisjes, zijn we blij dat Sinterklaas en de Pieten er zijn? Ik hoor het niet! Nou, jongens, meisjes, papa's, mama's, daar hadden we iets meer van verwacht, natuurlijk. Hè? Zijn we er blij mee met Sinterklaas en de Pieten? Kijk, zo doen we dat.
Sinterklaas die zal ook best een beetje moe zijn van al het reizen. Wat een mooie, mooie motor. Dag Sinterklaas. Zal ik u even helpen of lukt het zo? Oh ja. Nou, hartelijk welkom in Mail. Wat fijn u te zien. Kom maar, dan gaan we even naar hier helemaal boven staan. Wat geweldig. Wat geweldig, burgemeester, dat u mij komt verwelkomen. Nou, dat doe ik heel graag. En wat een entree in zo'n zijspan. Ik ben een beetje jaloers. Hoe was dat om daarin te zitten? Hij ging één hard. Ja, ging die te hard? Nee. Zit mijn haar nog goed? Ik vind dat u er fantastisch uitziet. Vinden jullie niet, kinderen? Ja! Dankjewel! Nou, maar hartelijk welkom in Mail. Wat fijn dat u hier bent. We waren natuurlijk een beetje bezorgd of u gisteren wel veilig in Gorinchem zou aankomen. Maar dat is uiteindelijk toch gelukt. Het is helemaal goed gegaan. En weet u, vannacht heeft één Piet alle schoentjes in Nederland gevuld. Nou, dat is wel een applausje waard dat dat allemaal is gelukt. Hij is er nog een beetje moe van, zie ik. En dat kwam omdat de andere Pieten ook de schoen wilden zetten. En zonder schoen kunnen ze niet het dak op. Nee, dat is waar. En wat fijn dat het boek ook helemaal met alle namen is gevuld. Ik zie dat Sinterklaas het boek ook bij zich heeft. En zal ik u eens wat vertellen, Sinterklaas? Ik weet dat er in Mail alleen maar hele lieve kindjes wonen. Wist u dat al? En daarom zijn wij hier. Nou, dat vinden we allemaal ontzettend, ontzettend fijn. Zullen we nog even één keer zwaaien naar Sinterklaas? Ja. Nou, dat ziet er toch fantastisch uit, Sinterklaas. Allemaal zo'n enthousiaste kinderen en ouders en opa's en oma's. En ik beloof u, burgemeester, ik ga vanavond alle schoentjes laten vullen. Nou, wat een verrassing. Moeten jullie ze wel zetten, hè? Dus dat is een mooie belofte, Sinterklaas. Ja, mag ik ook mijn schoen zetten? Ja hoor. Nou, dat vind ik heel fijn. Ik kijk eens even naar links. Zullen we naar binnen gaan? Is dat een goed idee? Want dan kunnen alle kinderen die u nog geen hand heeft kunnen geven, kunnen dat nog doen. Vind ik geweldig, burgemeester. En kinderen, kom mee, want het is één groot feest hier binnen. Nou, daar komen ze aan. Kom maar lekker naar binnen allemaal. Dank u wel. Ja, rustig aan. We hebben de hele middag nog. Dus geen stress. Ja, in de grote zaal zit Sinterklaas gewoon op jullie te wachten zometeen. We hebben daar aan de linkse kant van het podium, kunt u even een rijtje vormen. Benodigd, vrienden naar beneden te gaan. Dansen, knutselen, kleuren. We hebben toetegum in de zaal. Als alles koffie willen.